Londen. Oh, ik zie nu dat ik even al heb. Misschien ook wel handig om gewoon op het lichaam te gaan. Zo. Sorry, ik kom misschien een beetje naar een rare plek waar ik nou film en zo. Zoals jullie weten, ik heb mijn laptop nog steeds niet. En ja, ik wil toch dat de filmpjes online komen. Ik word even gewaardeerd. Dit zal mijn zusje alweer zijn. Die gewoon boven zit. Ja. Oké. Maar ik dacht, ja, ik wil toch dat de filmpjes online komen. Dus ik denk, ja. Oh, god. Zo. Ik denk, ja, ik ga het gewoon doen. En ik zie wel wat er van komt. Vandaag wil ik het hebben met jullie over eyeliners. Het leek mij leuk om, sorry als ik die kant op kijk. Ja, maar dat komt omdat ik daar mijn beeldscherm heb. En ik heb jullie ergens anders weer opstaan. Dus, of tenminste, de webcam heb ik ergens anders weer opstaan. Anders was het een beetje te veel belichting en kon ik het niet goed laten zien. Maar ik wil gewoon een beetje door de drie verschillende eyeliners gaan die ik heb. En een beetje erover vertellen en ook laten zien hoe je ze aanbrengt, wat het beste is om aan te brengen. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon beginnen. Het eerste wat ik heb is een hele simpele, gewoon vloeibare eyeliner. Deze is van Essence volgens mij. Hij is van mijn zusje. Nee, hij is van Miss Sporty. Hij is van mijn zusje, want mijn vloeibare eyeliner is er vandoor. Maar deze vloeibare eyeliner is dus gewoon een eyeliner met een kwastje. En als je een streepje maakt, moet je even goed kijken. Ja. Heb je gewoon zo'n streepje. Ik vind het redelijk makkelijk om mee te werken. Het is eigenlijk bij alles, bij alle drie, is het meer een kwestie van oefen ermee. Kijk even hoe wat jou het beste lijkt. Kijk waar jij het handigst in bent. Dus dat is met alle drie zo. Nou, ik vind vloeibare eyeliner vind ik een hele mooie look geven. Het is heel verfrissend, of het is verfrissend, als je het gewoon heel dunnetjes aanbrengt, kan het een heel mooi effect geven. En ik vind het ook iets makkelijker werken dan bijvoorbeeld een gel liner. Nou, ik heb niet veel gel liners, ik heb eigenlijk maar één. Of tenminste, ik heb er twee, maar dit is mijn zwarte. Dat is deze, die zit in het eyequatje van Essence. Oh, mijn vingers zijn vies. Ja, hij is wel een beetje vies. Ja, ik heb hem al gebruikt. Gel eyeliner breng je dus aan met een kwastje. En ik heb nu hier drie verschillende kwastjes. Waarmee ik het aanbreng. Of tenminste, waarmee ik het fijn vind om aan te brengen. Dit is gewoon een schuin afgesneden kwast. Waarom ik deze niet zo heel fijn vind, is omdat hij... ik weet niet of jullie het kunnen zien hoor, maar... Hij is best wel dik. Zeg maar. Hij is niet echt heel compact. Dus dat vind ik iets minder. Dit is een hoort gewoon zo puntiger te zijn. Maar die vind ik dus ook. Kijk, ik vind hem erg dik. Dus als ik hem op mijn oog ga doen, dan heb ik al de helft van mijn oog heb ik dan weg. Wat ik het fijn vind is zo'n kwastje. Nou, dit kwastje behoorde eigenlijk ook een zo'n kwastje te wezen. Iets dunner. Maar daar zijn haren uitgevallen en dit is eigenlijk wat er overgebleven is van dit kwastje. En eigenlijk komt het me heel goed uit, want met deze kan ik heel precies werken. Hele dunne lijntjes trekken. En dat vind ik het fijnst als ik dan gel eyeliner wil aanbrengen. Ik zal even laten zien met dit kwastje hoe gel eyeliner eruit ziet. Ik ga gewoon doorheen met mijn kwastje. Ik tip het een beetje af. En even kijken. Zo ziet dat eruit. Kijk, je ziet dat er niet erg veel verschil. Gel eyeliner is matter. Vloeibare eyeliner blijft gewoon niet echt ontzettend glanzen. Maar het blijft even wat glanzen. Gel eyeliner is wat matter. Het probleem met gel eyeliner, en dat is eigenlijk met alle eyeliner zo. Maar met gel eyeliner vooral is dat het wat sneller smudged. Dus dat het een beetje gaat... uitlopen. Dat vind ik wel met gel eyeliner. Dus daarom, als ik gel eyeliner op doe, dan ga ik het liefst nog met een klein kwastje met een zwarte oogschaduw eroverheen, zodat het lekker blijft zitten.
Dat is mijn laatste. Deze ook van mijn zusje. Want ik heb hier een beetje een haat-liefde relatie mee. Dit is zo'n eyeliner pen. Dit is de dikke kant. Maak zo'n lijn. Laat zien. Maak zo'n lijn. Dit is deze. En je hebt een dunne kant. Maak zo'n lijn. Dat is deze. Oh. Ja, ik heb dus een beetje een haat-liefde relatie hiermee en mijn vriend vraagt tegen me. Oh. Ja, ik vind het een heel fijn product, want eigenlijk, het is heel simpel. Je zet het gewoon hier, trekt een lijn, je bent klaar. Maar aan de andere kant denk ik van ja, je krijgt wel meteen een wat dikkere lijn als je het, vooral als je het niet echt goed kan. Maar dit is wel een product waar ik mee zou beginnen. Als ik, als ik gewoon nog niet zo goed was met eyeliner. Dus wat ik nu wil gaan doen is het gewoon even alle drie aanbrengen. Wat ik ga doen is dus op één oog breng ik gewoon een volledige eyeliner aan. De andere breng ik een klein stukje aan van de ene en dan weer van de andere. Nou, ik heb een spiegeltje. Omdat ik het anders niet kan. Oh, ik ga ermee gooien. Ik begin maar met de vloeibare eyeliner. Wat ik het liefste doe is, ik pak het. En of ik doe het een beetje zo. Of als ik snel wil doen, doe ik het op mijn hand. Dat een beetje het meeste weg is. Ik ga proberen om het zo goed mogelijk te laten zien. Wat je doet, is je begint in het midden. Waarom in het midden? Als je, als je vooraan begint, of in je binnenste ooghoek, dan heb je al gauw een hele dikke lijn en dus sluit het je oog meer. Begin in het midden. En het liefste zet ik hem dan gewoon neer. En dan trek ik een heel klein lijntje. En elke keer als ik op wil schuiven, trek ik een heel klein lijntje. Dus ik ga niet in één keer van de binnenste naar het buitenste ooghoekje meteen hoppa in één keer een lijn trekken, want dan gaat het niet goed. Trek gewoon een heel klein lijntje. Dus ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Een wing maken, dat doe je gewoon door eigenlijk je eyeliner wat verder door te laten lopen. Normaal zou ik hem nu al gestopt hebben, maar als ik een wing wil, dan trek ik hem even wat meer door. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet zo goed in wings maken. Dus ik doe het eigenlijk bijna nooit. Maar zo zou dat er dan uit moeten zien. Zo. Ja, hij is nog redelijk gelukt ook. Je kan helemaal tot aan de binnenkant gaan. Dat is helemaal geen probleem. Ik zal even laten zien wat het effect dan is. Ik doe het meestal wel, maar echt ontzettend dun. Zo. Dat is dan het effect wat je krijgt. Met de vloeibare eyeliner. Zoals je ziet, het is helemaal niet moeilijk. Het is meer echt een kwestie van oefenen. Ik heb toen een dag heb ik eigenlijk gewoon gezeten en elke keer maar weer hoppa en er weer afhalen en weer doen en weer afhalen. En eigenlijk, ja weet je, ik kan het nog steeds niet goed. Ik vind van, kijk, ik vind die wing, vind ik nou ineens heel goed gelukt. Maar het is niet zo dat het, als ik het morgenochtend zou doen, dat het me ineens weer lukt. Want dan lukt het me ineens niet. We proberen het met deze even. We proberen eerst de dunne kant. En daarmee doe ik de buitenste hoekje. Wat ik dan doe met deze is precies hetzelfde. Dit is dus even iets makkelijker. En ik hoop echt dat jullie het kunnen zien. Ik zet hem er gewoon op. En ik maak kleine streepjes. Het fijne van een stift is dat je dus ook eigenlijk gewoon met de punt van een beetje kan gaan lopen kleuren. Alsof je echt aan het kleuren bent. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Een wing hiermee maken is ook niet moeilijk. Dat is juist het makkelijkste. Wat je doet, je legt hem gewoon neer en je trekt omlaag.
Zoals ik al zei, ik ben geen pro in Wings. Dus deze is ook gewoon minder gelukt. Maar zo kan je het wel een beetje zien, denk ik. Dat hoop ik. Ik zal even de cam oppakken. Zoals jullie kunnen zien, mijn wing is hier wat dikker geworden. Daarom zeg ik ook, het is gewoon oefenen. Ik kan het ook niet. Niet perfect. Ik probeer het wel. En dan laat ik de binnenste ooghoek even zien met gel eyeliner. Dus ik pak het gewoon zoals ik net ook liet zien. En dit vooral doe ik het liefst op mijn hand. Dus ik haal het meeste haal ik weg op mijn hand. Zodat het echt een heel mooi fijn punt wordt. Zo. Spiegeltje. En dan ga ik de binnenkant doen. En dit ook, precies hetzelfde. Leg het neer en trek dan een beetje naar achteren. Nou is deze gel eyeliner van mij een beetje aan het opdrogen. Maar wat je dus eigenlijk met elke eyeliner moet doen, ik ga het even laten zien op mijn hand. Als dit je ooglid is, dan maak je dus gewoon kleine streepjes. Zo. En dus niet dit willen doen in één keer. Want kijk, hier gaat het misschien goed, maar op je oog gaat het niet goed. Dus probeer echt, als je dit je oog is, ik ga het even een keer laten zien. Probeer echt kleine streepjes te maken. Dus eigenlijk zeg maar je streep te verlengen. En dit is dan een beetje het effect wat je krijgt. Nou, dat kun je natuurlijk leuk combineren met een rode lippenstift. Nou, die heb ik toevallig hier omdat ik hierna nog een tutorial ga doen. Mooie rode lippenstift. Kan je het mee combineren. Gewoon lekker opdoen. Of je kan het gewoon combineren met een andere kleur lippenstift. Met een knalroze. Een nude. Kan ook, als je het heel simpel wil houden. En nou, ik hoop dat jullie hier wat aan hadden. Mochten er nog vragen zijn, wees niet bang, maar stel ze gewoon. En ik hoop dat jullie volgende keer weer kijken. Het is mijn broertje van jullie dus. Ja. En ik hoop dat jullie het nuttig vonden. En ik zie jullie heel graag weer terug bij het volgende filmpje. Doeg!